Bartown. Hey mensen, Bartown. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wednesday Niet Te Fun. Hier is Bardo. Hoi. Een van de stagiairen, Jordi of zo. En op YouTube is het heel populair om actuele games te spelen. Dus pakken wij nu een spel uit 1983. FIFA 1983. Wij gaan vandaag de allereerste Mario Bros doen. Dit is echt kut. Wednesday Night Fun. Hey, wat zeg je? Dit is echt kut. Dit is vet hoor. Fucking awesome. Nee. Deze stonden vroeger in de arcades. En niet op die pauw drukken. Niet op die pauw. Die moet je op het einde bewaren. Die krijg je maar één keer. Geen idee, deze moet ze van onder pakken als het goed is. Van mijn bovenkant. Ja, hier. Pak de punten, Rick. Pak de punten daar. Rick, pak die punten. Die moet je doden. Je peren, beest. Hier. Nee. Ja, hier, doe dan. Rick, pak hem maar. Pas op. Ik ben ook. Moet ik pakken? Je moet ze doodmaken. Geef maar aan Jordi nu. Oké, rustig. Geef dat ding aan Jordi. Leg hem maar uit. Oké, ik kijk eens wel een ronde, oké? Oké, hier, Jordi. Kijk, kan jij hem pakken daarboven? Oké, twee springen. Nou, ik moet even kijken wat... De reactie. Kijk. Hoppa, en dat was het. Dat moest je doen, Rick. Oh. Dat moest je doen. Oh. Dat was het enige. Had het eruit gelegd. Ja, true. Het geeft irritant is wel dat je moet pas echt springen als je aan beweegt. Blijf jij daarboven, dan geef ik ze wel aan. Hier, wacht even daar. Tik. Oh. Ik ga er dan erop af, ik ga erop. Nee. Dat was ik, sorry. Oké. Pas op, komt er een. Ja, hier. Tik hem aan. Pas op, oké. Ik tik hem hier af, Let op, 3, 2, 1, nu. Go. Hey. Kijk zo. Pak de muntjes. Test je skills. Ik heb de bovenmuntjes. Ja, ik pak de... Heb je ze allemaal? Pak die twee boven. Kan ze catch them all, Pokemon. Yeah. Netjes, Jordi. Kijk zo. Kijk, dit heb ik dan vaak. Je ziet die Rick het ook zuur kijken. Ik had maar één kans. Perfect. 3000 punten. Gewoon kijken hoeveel punten je kan halen. Je mag het zo verder, maar... Nou, krabbetjes. Ja, verwacht. Meneer Krabs. Pak jij die? Kijk. En die is dood. Dan moet je twee keer raken. Die is boos. Pas op. Jordi, ik heb hem. Doe je hem aan, man. Die bovenste wordt naar beneden. Oh, jij, pas op, Arno. Oh, die is wel heel boos nu. Is het erg als ze beneden die buis ingaan? Nee, dan komen ze boven de weer uit. Maar je moet ze niet groen krijgen, want die ene daar gaat nu groen worden. Let op. Groen worden. Nee, dan worden ze sterker, maar dit is even een probleem. Oh, hij wordt oranje. Jordi! Wat voor kleur is het? Jordi, jij creëert die monster machines. Oké. Die moeten we hebben. Ja, die roze, weg. Ja, oké. Daar komt de groene. Ik doe die rode hierboven. Wat een drama dit. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben game over. Oh nee, ik ben ook... Nerds. Ja, echt. Oké, hier heb je de controle terug. Nee, alright, teamwork, Rick. Weet je, ga jij op die eerste rij lopen, tik ik ze hier allemaal af. Deze eerste rij. Kijk, die. Hup, kan je die pakken? Pak jij die? Bitch! Wacht even, dan doe ik deze nu. Die schildpad daar. Moet je die pakken? Daar. Die schildpad. Hoei! Pas op! Rick, heb je daar! Zag je hoe dat deden? Die was skills. Zo teamwork. Die was mooi. Ik moet zeggen, we beginnen meer te gillen dan te spelen op dit moment. Maar dat is ook gewoon leuk. Je kan je ook gewoon... Kijk, die. Pak hem, Rick. Ik ga hem pakken. Je hoeft hem echt... Pak hem. Ren die andere kant op. Rick. Andere kant op. Nee, kan nog. Maar je kan ook hier doorheen rennen. Hè? Door rechts het scherm uit te lopen, kom je links weer. Dat is moeilijk voor mijn hoofd, maar dat kan. Dat is moeilijk voor mij. Oké, pak hem. Zegt de allerslimste kutkind aller tijden op aarde. Dat is moeilijk voor mij. Nee, pak die. Hoppa. Teefjes. Wat? Rectenvlekten. Zijn nog 0 keer dood gegaan. Nog 0 keer dood gegaan. Oké, test your skills. Maar ik heb maar geen skills. Ik heb beneden nog een muntje tellen. Oh, dan pak ik die weg. Ja, die boven? Ja, we testen onze skills wel even, hoor. Moet terug van links naar rechts. Oh jee. We hebben net gedaan. Nog 5 seconden. Nee, 1 seconde. Oké. En nu 1 seconde. Nu wordt het moeilijker. Ik stel voor, ik tik ze onder, blijf jij erboven lopen, oké? Ja. Of niet. Dat mis. Oké, dan loop ik erboven. Ik ga wel boven. Oké, let op. Hier komt de eerste, die kan je zo, tak. Wat zijn jullie allemaal doen? Want... Oh, kus. Er gaat iets verkeerd in de communicatie. Nee,
Als ik gewoon oplet, let op. Komt hier een, die tik ik af. Let op, die daar tik komt. Tik hem af! Eén. Wow. En nog één keer! Je moet twee keer! Twee keer, shit! Je moet twee keer! Wat zei ik nou? Dan gaat hier iets mis in communicatie. Oké, okay. Wacht even. Oké, okay. Vanaf die kant, ja, hier, Rick, ik heb deze. Oh, netjes, Rick. Ik wil ze zelf al eventjes. Oh. Wat de fuck is dat? Wat is dat? Waar kan dat balletje vandaan? Heb je dit spel nooit gespeeld, Rick? Nee! Echt niet? Waar komt dat balletje vandaan? Dat is Serpent Gameplay waar we over praten. Dit is het Mario Games. Dit is... Waar komen die balletjes vandaan? Oh, die was nice! Wow. Die was ziek! Die zag ik zelf niet eens aankomen. Die kopte hem op en... Oh. Oké dan. Als er wat warme broodjes zijn, Jordi, kom op. Kom, jij pakt die, ik pak die ander. Goed zo. Ja, dit is wel een goede tactiek zo. Oh shit. Ja, kom, neem het uit. Ga terug! Nope! Shit! Hier zie je dit, zeg maar. Dat gaat verkeerd omdat Rick het verneukt de hele tijd. Ja, dat is wel waar. Kijk, we hebben zojuist een tactiek afgesproken en dan haalt hij zich er weer niet. En ja, dit is wel... Ja, ik dan. Dat was gewoon een spawn kill. Dit is spawn kill. Echt hier. Jongens! Moeten we hem pakken? Ja. Oh man. Nou, dat is gewoon goed hoor. Maar dit is wel echt een drama ook hoor. Ja. Zeg jij, ik ga mijn skills testen, Bardo. Je moet je mond houden. Test your skills. Oh fucking hell. Oh jee. Jordi, middelste rij man. Oh. Dus ik ga zo lachen als jullie die... Oh, gelukkig. We hebben onze skills getest. 69! 69! Yeah. Oké dan. Oh, jullie hebben het ook netjes verdeeld, allebei ja, 5. Precies, zo doen we dat, zeg maar. Wij zijn eerlijk, wij twee. Jij niet... twee wel. Oké, natie krabben. Oké, dit kunnen we. Oké, gewoon daar blijven staan. Gewoon zorgen dat ze zo... Wow, het zijn er twee, je moet twee keer staan, dus je moet even oppassen. Oh, nee! Okay. Die Jordi ook. Oh, nee! Ah! Okay, blijf op de nee staan, blijf op de nee staan. Ga zo meteen super snel. Oh, kut! Rick. Are you for real? Echt hoor. Die natiekrabben zijn echt naar gewoon, hè. Ik kap er mee. En? Ik kap er ook mee. Nee, wow. Maar één keer voor goed geluk, wij twee. Het ging jullie, goed. Jullie nog één keer. Echt, moeten wij nog één keer proberen? Voor goed geluk. Voor goed geluk. Eén keer voor echt de massive run. Ja, let's go. Ik ga gewoon een beetje aan piemel zitten. Jullie fixen het wel. Dit kunnen wij. Wow. Ik support jullie. Ik had oprecht verwacht dat Rick hier heel goed in was eigenlijk. Rugmassages voor iedereen. Ja, geweldig, geweldig. Oh, ik ga even. Wacht even met die rugmassage. Hij komt hier helemaal hoog. Oh, ik ben de groene nu. Ja, ik heb recht. Nee, maar die was raar. Deze game is raar. Oh, die nijte, Jordi! Hoe kan je dit verzinnen? Daarna je mij gewoon. Hier, ik help je. Ja, nee, wij twee zijn een heel goed team, zou ik. Hier, alleen maar voor de spanning. Extra minder leven, ja. Voor de spanning. Minder leven. Een goed team heeft maar één leven nodig. Ja, precies. Wat Rick zegt. Waar heb je dat vandaan? Internet. Nou, dacht ik al. Ik heb Stanley mensen gevonden. Rick? Jullie niet level 5 halen? Rick? Oh! Tik hem. Tik hem aan, ouwe! Tik hem aan! Ik wil een puzzel! Wat denk ik mezelf aan? Waarom denk ik dat nou? Nou, zeg een beetje. Burn away! Pak hem maar. Pak hem. Al die puntjes hier. Ja, nou, test your skills, bitch. Test your skills, man. Oh, we gaan allebei voor die hakken. Alles is voor Bardo. Laat me echt balen als je dit vroeger in de arcade speelde een euro erin gooien. Ja. Mensen als Jordi die alles verneuken. Ja, natuurlijk. Wow, wacht even. Wow, wat? Huh? Ja, ik had eerder dood. Oh man. Ik ga nooit eerder. Je bent die ene vriend die als eerste doodgaat in het spel. Ik ben die ene vriend. Go. Ik pak hem al onder. Als die... Oh, je hebt hem al twee keer geraakt. Ja, natuurlijk. Het is niet zo moeilijk. Maar jullie maken het jezelf. Ja, ik heb hem al twee keer geraakt. Pak hem. Oh, goed. Oké, okay, hier doen we deze. Oh. Chaka, dat is één. Chaka, dat is twee. Oh, ik heb hem al geraakt daar, volgens mij. Ja. Oh! High five, great succes. Kijk, zo gaat hij goed. Kunnen het wel. Meer krabben! Komt-ie! Ongelooflijk. Pak die krabben, het is tijd voor krabbenvlees. Ja, oké. Okay. En weer terug. En weer terug. Stationair. Stationposities. Pak gewoon die puntjes ook eventjes, hè. Let op. Schrap elkaar een kusje in het midden. Bam. Oh, je hebt een extra leven, Bardo. Huh? Ja, je hebt hem. Heb ik een leven? Ja, zojuist. Ga dan naar posities. Nee, dit is zelfs wel... Beste, oh jee. Oh, ik moet hem redden. Kut, Jordi. Geef mij een...
geef hij doet het wel. Jij hebt het wel, ja. Hij doet het wel, hij doet het. Gaan we onze skills op testen nu of... Nee, niet? Nee, volgens mij... Naar boven. Go. Oh, we gaan direct door voor de vliegen. We gaan direct door voor de vliegen. Oh mijn god, wat een nazi vliegen. Pak ze. Oh! Pak die van mij ook. Ja, nice. Right. Yes. Ik krijg gewoon eentje naar boven nu. Ja, oké, slim. Even een vraagje, Bayo. Wat is je highscore hierin? Weet ik niet. Ik heb geen idee. Oh jee, Flynn! Weet je wat er na dit level komt? Heb je dit wel eens gehaald? Ja, volgens mij wel ooit een keer. Ja, doe, kom op Jordi, tik maar! Ja! Dus, nou, hier komt het onmogelijke gedeelte van deze video. Fase 14! Die powerblock is dus weer gereset. Ja, wist je dat dat gebeurde? Ik wist niet dat het gebeurde. Ik dacht echt alleen maar... Ja, van die powerblock gebruiken hoor. Die kun je gewoon 3 keer gebruiken iedere ronde of zo. Ik dacht dat je dat gewoon echt... Ja, precies. Ik dacht dat het zeg maar altijd... Hoi! Oh, we gaan meteen risico! Ga voor je leven, motherfucker! Oké, let op. Van de wonder. En nu! Oh! Dat was best wel slecht. Oh ja, wacht hem op van de wonder. Komt ie. En. Go! Ja! Oh ja! Kennen jullie dit echt niet? Ik heb het gespeeld op de Game Boy, alleen ik speelde met mijn broertje en we sprongen op elkaars hoofd. Ja, maar dat is het enige wat beneden is. Ja, maar dan heb je dus heb je Game Mode A. Game Mode B is dus. Ja, ik heb alleen Game Mode A gespeeld. Ja, Game Mode A is echt verrukt irritant. Wow. Oh, een bouwblokje! Wordt hij niet agressief? Nee, dat betekent dat er nog één komt. Was hij agressief? Stop het ijsblokje in ieder geval even. Ja, dat ijsblokje is ja, kut hoor. Die is echt die, kut, ja. Die. En dan. Die! Oh, rennen. Okay, maar pas op, want nu wordt hij agressief, hè? Papa, ja, dat weet ik. Oh! Motherfuckers! Wat is het ijsblokje? Wat is. Wow, wat? Dat ijsblokje cheat! Maar maakt het niet uit wat het ijsblokje doet? Ik ben verder! Boeia! Ronde 15! Oh mijn god. Dit is gewoon nu echt een beetje irritant aan het worden ook. Nee, maar dit is ook gewoon leuk om te zien hoe je dat gewoon iedere keer flikt weer. Oké. Ik denk dat het er wel makkelijker uitziet dan het is. Het ziet er heel makkelijk uit. Ja, maar het is echt moeilijk. Het is echt moeilijk. Maar de controls zijn af en toe gewoon echt waardeloos. Ja, die controls zijn voornamelijk Je kan niet in de lucht zeg maar besturen waar je naartoe wil als je springt. Ik denk, dit is vast ook online te spelen op je computer. Kijk eens, als je denkt dit is makkelijk, Google eventjes de naam van de game online. Pas op, die gaat weer... Oeh. Nee, maar dit wordt wel zo moeilijk om online te spelen, maar inderdaad, het kan. Wow. Oh ja, ga dat ijsblokje gaat smelten nu. Ja, ik kan er niks aan doen. Wat doet dat? Kan ik daar onderstaan? Nee, dan ga je gewoon sneller. Voor mij slip je nou. Oké, okay, maar ik ga dat niet proberen. Oké. Okay. Nee! Ik dacht ik mis het ijsblokje. Ja. Het zijn echt die ijsblokjes die gewoon echt fucking irritant zijn. Maar de rest is maar echt wel haalbaar. Kijk die highscore. Ja, 75.000. Hebben we toch gedaan, het goed gedaan. Oh man. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Geef een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer hier beneden. En kan jij een hogere score halen dan 75.000? Nee, dat kan je niet. Kan je niet. Stuur het naar ons via Twitter of wat dan ook. En dan zien we jullie bij de volgende Wednesday Night Fun. Later. Later.